Kijk, een flitsende start voor bijna 100 scholieren. Meedoen en volhouden is belangrijker dan snelheid. Want volgens coördinator Stephanie Jongeling zorgt dat voor meer conditie en nog veel meer. Conditie zorgt ervoor dat je zelfvertrouwen opbouwt. Zelfvertrouwen zorgt ervoor dat je echt voor jezelf durft te staan. Je krijgt meer plezier in de dingen die je doet en het bevordert leren. De scholieren lijken enthousiast. En ze zijn ontwapenend eerlijk over hoe het rennen ze afgaat. Aan de ene kant goed en aan de ene kant slecht, want ik ren niet echt altijd in de ochtend, dus ik ben het ook niet gewend. Want eigenlijk iedereen die kan wat meer training gebruiken. Zoals eigenlijk iedereen, bijvoorbeeld een rondje rennen, dat soort dingen. Ik ga gewoon rond de flat achter ons, heb je zo'n looppad, kan ik daar hardlopen. Dus volgende week ga je nog beter? Ja. Ik ga het proberen. Naast bewegen en trainen drinken de kinderen hier geen frisdrank, maar water in pauzes. En worden aan ouders adviezen over voeding gegeven. Veel kinderen nemen dan een soort snackreepje of een snackkoek mee om 10 uur. Maar neem eens groente of fruit mee om 10 uur. Oké, dat certificaat beweegschool komt wel goed. Vooral als de Daily Mile vast onderdeel wordt van de schoolweek.